Zaterdag 8 juni speelde Lucky Ajax in het team Tiole All-Stars, samengesteld door oud-Tielenaar Simon Tahamata, een benefietwedstrijd in Tiel. Op het terrein van Tiole streden de teams onder leiding van scheidsrechter Dick Jol ten behoeve van het Massowi Gezondheidsfonds. Het Massowi Gezondheidsfonds is een nieuw fonds met het doel de gezondheid en welzijn van Molukkers in Nederland te verbeteren. Simon Tahamata, die zijn voetbalcarrière begon bij Tiole, is ambassadeur van dit fonds. De benefietwedstrijd waarin Ajax-verdetten uit het verleden, waaronder Sjaak Zwart, Dick Schoenaker en Wim Jonk het opnamen tegen de Tiole All-Stars, eindigde in 4-7 voor Lucky Ajax. Bij de Tiole All-Stars speelden onder andere Jeffy Lewakabessi van VVV, Bart Latuheru, Stefan Haaksman en Ignacio Tuhutero mee. Ja, de grootste hoofdgast is natuurlijk Simon Tahamata. Simon Tahamata heeft ook de All-Stars van Tiole samengesteld. Hij is ook een belangrijke man geweest eigenlijk in een stukje participatie vanuit de Molukse gemeenschap. Echt gaan sporten in hoogste niveau. Is nu ook dan nog jeugdtrainer. Dat is ook heel belangrijk, die link met de jeugd. Want sporten is buitengewoon belangrijk. En vandaar ook dat de gemeente Tiel hem benoemd heeft als ambassadeur van Tiel. Met het welbekende flipje. Daar is ook een certificaat bijgevoegd. En we hebben hem namens de gemeente ook aangeboden. En dat heeft hij graag in ontvangst willen nemen. Een plaats op de Wall of Fame. Daarnaast waren er lovende woorden voor de oud-profvoetballer die tegenwoordig in Saoedi-Arabië jeugdtrainer is. U bent hier ook getuige van een eerbetoon aan een grote Molukse voetballer met een grandioze en zeer indrukwekkende carrière. Simon Tahamata. De vele lofuitingen ontroerden Tahamata zichtbaar. Tevens werd bekendgemaakt dat een portret van Simon Tahamata als eerste wordt geplaatst op een Wall of Fame die binnenkort te bezichtigen is in de zaak van de stad op het plein in Tiel. Op de Wall of Fame zullen bekende Tielenaren te zien zijn. De activiteiten op het sportpark van Tiole werden door enkele honderden mensen bezocht.